3, 2, 1. Hey mensen, welkom bij een nieuwe Mert Milkshake. Mijn naam is Mert en vandaag gaan we weer een milkshake maken. Je ziet het wel aan de titel, het is een bros milkshake. We gonna make a bros milkshake for my bros and for my sisters. Okay, check this, kom mee. Come met mij. Look at all this candy. Oké, ik wil je even laten zien wat ik in huis heb gehaald. Het is in eerste instantie natuurlijk een boel bros. Hey, what's up bros, zijn allemaal broertjes van elkaar. Zou daarvoor staan, is bros daarvoor? Is volgens bros ook een soort van planeetachtig ding? Omdat al die chocolaatjes, weet je wel, Mars, Milky Way, die hebben allemaal zo'n planeetnaam. Is het van een ander bedrijf? Het is niet van een ander bedrijf. Is het van een ander bedrijf? Ja, het is voor mij van een ander bedrijf. Het is niet hetzelfde bedrijf als Mars. Dan heb ik hier. Het is in combinatie met nog iets, namelijk met dit. Milka, wat is dit? Milka Bubbly. En ik dacht, dit moet toch wel gewoon hetzelfde zijn als bros. Dus ik dacht, ik ga dit er ook gewoon bij doen. Gewoon puur voor even die variatie, weet je wel. Maar ik ga het zo eens even proberen of het hetzelfde is. Dan heb ik hier Bros Bubbles. Die andere heet ook iets met bubbels. Bros Bubbles. En ik denk dat deze ook gewoon naar bros smaakt. Is het bros of is het bros? Ik zeg gewoon bros. Ja, dus sorry dat het bros is. Bros. 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 This smells so bad. Serieus? Oh nee, nu ruikt het wel lekker. Tweede keer ruikt het wel lekker. Misschien omdat er nog wat lucht bij moest. Er zit ook zoveel lucht in. Super slim concept. De helft van wat je betaalt is lucht. En dan heb ik als laatste dit. Melkchocolade met luchtige wit... Met luchtige witte bubbels. En deze heb ik dus nog nooit gehad. Oeh. Looking good. Hey. Wow. Hij is beter dan ik had verwacht. Misschien nog wel lekkerder dan het origineel. Wow, ze zouden eigenlijk van die witte bros bars moeten hebben. En dan heb ik natuurlijk nog de andere ingrediënten die nog in de koelkast staan, omdat ze cool moesten blijven. Laat ik ze maar pakken. I got a feeling inside my bone. In een slagroom. I got the slagroom. I need to calm down. Sorry als ik een beetje druk ben, ik kom net van het fitness af en ik heb echt lekker gesport. En daarom mag ik ook nu zoveel snoep al eten als ik wil. Dat is niet waar, maar als je het af en toe doet, is het niet erg. En dan heb ik hier nog een beetje melk. Ik ga gewoon niet te veel praten, laat gewoon gelijk die milkshake maken. Maar voordat ik dat ga doen, maak ik nog even de winnaar bekend van de vorige Milky Milkshake. Die staat nu in beeld gefeliciteerd met je prijs. Stuur een mailtje naar mail@metaak.nl. En jouw prijs komt zo snel mogelijk jouw kant op. En als jij je prijs nog niet hebt ontvangen, dan komt die ASAP jouw kant op. Beloofd, pinky promise. En wil jij gewoon een lekker zakje deze bros? Deze zijn echt lekker, deze ga ik weggeven. Wil jij die winnen? Laat dan even in de reacties weten wat voor milkshake ik de volgende keer moet maken. Zo simpel is het. En klik op dat duimpje omhoog. Let's make the milkshake. Wow. Huh? Ik wist niet dat de bros zo'n ribbeltjes ding is dat. Is dat waar je hem af kan breken dan? Ja, tuurlijk. Daarvoor is het anders, ja. Kijk hoeveel lucht. Het is net een bijenkorf. Ik ga gewoon een mix maken van alles. Van alle lekkere dingen. Een paar van die bros erin. En bam. Another one. Hier ga ik er best wel wat van in doen. Ik zou niet eten van dit, maar ik ga toch even... Nu de Milka. Ik ga ze vergelijken. Wie heeft de beste bubbeltjes chocolade? Let the battle begin. Bros versus Milka. Bubble chocolate. Oké, goeie. Nu de Milka. Raar. Nou, niet raar. Lekker, maar... Ze zijn allebei heel lekker, maar die bros die smaakt nog net even wat aparter. En die van Milka smaakt weer... Net iets meer naar gewone chocolade of zo. But you know what? We gonna combine that. Bam! Maar zit er dan nog een verschil in met deze? Oh man, ik heb hier zo'n puist. En ik snap het niet, want ik heb elke keer op dezelfde plek een puistje. Waar heeft dat mee te maken, jongens? Help, ik snap er niks van. Hij zit gewoon al bijna vol. Er moet nog melk bij en... Wacht, is er melk? Look at this piece of magic. Hier mag lekker veel melk bij. Ik ben zo benieuwd hoe dit wordt. Oké, dus we hebben er nu bros in. Milka bubbel chocolade, bros witte smaak. Witte smaak, witte chocolade. Melk, bros balletjes. En het enige wat er nog bij moet is, omdat in bros zit ook een beetje lucht. Dus er moet nog wat lucht bij. En ik heb nog wel... Ah, hier. Ik heb hier een potje met lucht. Dus als ik deze gewoon openmaak. En dan, oh, moet er niet uitvallen. Kijk, en dan doe je nog een beetje voor die extra smaak. Voor die extra luchtigheid in die bros. Doe je er een beetje lucht bij. Niet te veel. Goeie grappen met merkt niet. Ewa, kom dichterbij.
Oké, zo. Even dichtbij. Kijk, we hebben nog. Ik heb eigenlijk een beetje te veel gehaald, want het past hier niet meer in de blender. Doe gewoon lekker de dop erop. Gewoon dop erop knallen met hem wel. Die in stop, stopcontract. Deze hier. En deze hier. En nou, ik ga beginnen met milkshake. Nou, ik begin met chocolata milkshake. Oh. Nee, hij lekt. Oh, nee. Gah. Alles is weer vies. God damn. Kan ik niet gewoon één keer even niet knoeien? Ah, damn it. Ik snap er echt niks van. Ik heb hem dit keer echt goed dichtgedraaid. Huh? Hij trilt los binnen 5 seconden. Wat is dit, man? Die Nutri-Bullet, dat was echt mijn held. Dat ding werkte altijd zo goed en nu laat hij me in de steek. Wat is dit? Of draai ik het niet goed aan? Dat kan nooit. Ik heb hem echt wel goed aangedraaid. Oh, dat ligt ook een stukje chocola en zo. Oh, en wat melk. Hoe ga ik dit nou schoon krijgen? Oké, ik hou hem gewoon vast. Heeft dat gewerkt? Nee! Huh? Is hij kapot? Hij is kapot. Hij is in ieder geval geblend. Dat is dan wel weer gelukt, maar hij is helemaal onder. Wow, hij ruikt wel lekker, man. Hij is ook lekker melkerig. Oh, man. Stop met lekker. Without further ado. Jongens, hebben jullie Bottom vs. Rico gezien? Ik kijk normaal geen kickboksen, maar ik vond dat wel heel vet om te zien. Trouwens, ik heb de wedstrijd niet eens gezien. Wat zeg ik? Ik kon de wedstrijd niet kijken, want ik was bij een theatershow van een vriend. Ik heb daarna de analyses en zo gelezen. Maar ik vond dat hele ding eromheen vet. Maar ik wil eigenlijk maar 2 mensen die aan het vechten waren. Dus eigenlijk niet zo boeiend. Ik heb een milkshake. Ik heb een glas. Oeh, milkshake. Nee. Ik ga hem gewoon vullen. Wow. Jongens, ik leer elke keer weer wat van jullie. Dankzij jullie comments word ik super professioneel. En ik hou ervan om jullie comments te lezen. Voor de mensen die denken dat ik het niet lees, I read them. Als jij daar iets cools of iets tofs of iets leuks positiefs neerzet, ik zie het. Oké, iemand zei dat ik hem echt recht naar beneden moest houden. Als ik het me goed herinner. Zodat het nog mooier wordt. Oké, komt ie dan. Oh my god! Dit heb ik al lang niet meer erop gedaan. Noga 10, dat ga ik er zo'n klein beetje. Nee, hij valt! Ik ben verplicht slak om te eten. Kijk, dit dan. Oh, maar nu is de slagroom wat minder geworden. Maar eigenlijk moet er misschien nog een beetje slagroom op. Hoe is dit? Dit kan echt wel. Weet je wat ik ook heb gedaan? Ik heb ook nieuwe rietjes gehaald. En nu moet ik weer verplicht slagroom eten, want anders valt het eraf. Of ik doe dit. Zo. Ja, dat kan ook. Kijk dan hoe vet. Ik kan niks anders zeggen dan dat ik overbelicht ben. Ik ga hem gewoon proeven. Let's do it. 3, 2, 1. Dit is echt gewoon een lekkere, luchtige milkshake. Alsof serieus nog de lucht erin zit. Dat kan helemaal niet. Ah, dat komt natuurlijk omdat ik er lucht aan heb toegevoegd. Dit zeur komt net uit de was. Ik heb hem net aangedemd. Damn it! Je proeft lekker die brossmaak. Ik heb er echt veel te veel in gestopt. Maar hij is lekker. Hij is subtiel. Hij is zo lekker, zo luchtig. Nee, ik weet niet of die luchtig is. Maar je proeft wel stukjes chocola. Je proeft wel die bros textuur. Toch weet je, als je bros eet, dan heb je zo'n bepaalde textuur. Zo. Dat proef je terug in de milkshake. Dus dat is super lekker. Jongens, dit is gewoon weer een lekkere milkshake geworden. Laat in de reacties weten wat voor milkshake je de volgende keer moet maken. Ik wil weer even een keertje lekker positief afsluiten. Niet dat ik dat normaal niet doe, maar ik wil gewoon even zeggen, geniet van je dag, geniet van je week, geniet van wat je hebt. Als je al een tijdje niks leuks hebt gedaan, bedenk dan even, oké, weet je wat, ik moet gewoon even iets leuks gaan doen, dan krijg je energie van. En ga even nadenken van, oké, wat kan ik doen als je geen zin hebt om je huis uit te gaan? Wat kun je binnenshuis doen om even plezier te hebben en zo? Is belangrijk. En meer dan dat, kan ik niet zeggen. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie volgende week woensdag. Met een nieuwe verlaten plek video. Deze wordt ook zo sick. Woensdag om 3 uur zien jullie de video. En ik zie jullie zondag weer met een nieuwe Milky Milkshake. Peace! Nee jongens, serieus. Ik wilde net de beker schoon gaan maken. Maar kijk dit. Wacht, ik spoel het even af. Kijk dit. De rubber is gewoon in de blender gegaan.
Niet dat ik dadelijk een stuk rubber heb gedronken gewoon. Holy sh... Jawel! Hij past niet op elkaar, dus er is een stuk geblend. Nee, dat meen je niet. Is dat erg? Oké, ik ga het googlen. Nee, niet googlen. Nooit iets googlen. Altijd aan iemand die het weet vragen. Oké, doei!